Ik ben wie ik ben. Ik ben mezelf, niet uit op sensatie. Dus kies maar uit. Krijg ik een nee of acceptatie? Ja, wij zijn Klaas Pekker, Mariette Bos. Samen met Vincent Git, de pianist, maken wij een liedjes- en verhalenprogramma. Aangehoud, elke naar zichzelf. Oftewel in het Nederlands, alles goed, iedereen zichzelf. Het is een liedjes- en verhalenprogramma voor zorginstellingen, welzijnsinstellingen, om aandacht te vragen aan de situatie van LHBTI ouderen, omdat die vaak weinig aandacht krijgt. Kijk maar, mijn wiggie, kijk zo'n berend, is prachtig allemaal. Dit is Henny. En dit is Willemijn. En Henny en Willemijn leerden elkaar kennen in de transgendergroep Groningen. En op deze dinsdagmiddag nemen ze een besluit. We laten ons niet kisten, we komen er wel uit. We zorgen voor elkaar. Gerrit neuriet een melodietje. En als het ons wat tegenzit, dan is er nog altijd ons liedje. En in onze voorstelling vragen wij u, kan iedereen hier zichzelf zijn in dit huis? Ik kreeg dezelfde rimpels en kom op dien geduld met de tiet. Dak op jongens vuil, ik zag wie die de street, maar de lijf de won. En wie ruikt me koor naar het kwiet, nooit kwoot maar zacht en rustig, een man van harmonie. Doe wieze man, doe lijve man, wat mis ik die? Pabbe, ik lieg om hier op die. Je merkt als je muziek maakt, als je liedjes zingt voor mensen, muziek, liedjes verbindt. En dan ja, merken wij steeds dat het verhaal dan nog beter binnenkomt. En dat mensen dan toch geraakt worden. En dat je dan prachtige gesprekken hebt in de pauze en de afloop. En ja, dat is heel bijzonder. Hè? Ja. Veel zorginstellingen weten helemaal niet dat er LHBTI-ouderen in een zorginstelling wonen. En dat zou moeten veranderen, want 1 op de 15 behoort tot die groep. Dus zorginstellingen zouden ook deze bewoners moeten kennen. Dus wie je ook bent, wie je wil zijn.